Good morning, look at this. Dit is echt een vibe. Lens interieur is zo mooi. We hebben een chocolade croissant met homemade smoothie. En ik doe er zelf altijd spinazie, gember en banaan in en amandelmelk. Dus dat hebben we ook gedaan. Hallo. Wij gaan. Het is middag eigenlijk al. Het is al middag. Wij zijn eigenlijk net als... Wij zijn net helemaal klaargemaakt. Het is al middag inderdaad. Maar dat maakt niet uit, het is zaterdag weekend. We hebben echt een heel chill dagje vandaag. Heel chill. Wat zijn wij gedaan? Uitgeslapen. En lekker ontbeten. En ontbeten. En gewoon gekletst. Ja, helemaal chill. En we gaan nu naar een spiriewinkel. Zeven Ster heet het volgens mij. Ja. Het is een spirituele winkel in Den Haag. Ik ben helemaal benieuwd. En Lennette wilde echt al heel lang heen. Ja, echt als ik terug ben van Ibiza. Ik heb het nog steeds niet gedaan. Nee, precies. Dus we gaan en naar een plantwinkel en nog veel meer. Dus. Ja, het is gewoon echt een heel leuk straatje. Zin in! Okay. Kom maar, ja mama. We zijn er. Len, kan je laten zien wat we net hebben gevonden? Dit is mijn mandje. We hebben deze hele mooie steen. En ja. Die laat je edelstenen op. En hij reinigt ook je sieraden. En we hebben deze twee hele mooie ringetjes gevonden. Ja. En we hebben allebei dezelfde stenen. Want die voelden we gewoon heel mooi. Dit is de regenboogmaansteen. Die gaat heel over vrouwelijkheid. En de tijgeroog. En is heel beschermend. Ook tegen negatieve energie. Echt super mooi. Echt mooi. En ik heb ook nog een roze kwart sari. Nou, we love. We love. Ja, hij is echt cute, die sari. Ja, we zitten echt bij een super cute tentje, Buddha Bowl. En Lennette vindt het dit. Ik weet niet of je het kunnen lezen. Maar het zijn dus lunch en dinner hotspots. En dan vegan. Spots en plattegrond. Dus Lennette en ik hebben besloten om dat te gaan doen. En ze hebben ook hetzelfde met een shoppingroute. Met allemaal unique vintage en lifestyle shops. Echt heel leuk. Misschien is dat ook wel echt een heel leuk video-idee. Om dan een dag te gaan doen. En dan dit te volgen. De hele route. Laat even weten of je dat leuk lijkt. Hallo. We gaan nu Sexy Beast aankijken. Wij gaan nu Sexy Beast kijken. Op Netflix echt heel erg leuk. Moet je ook even kijken. Er zijn mensen die moet je niet uitleggen wat het is. Len en ik hebben net twee video's opgenomen. We zijn helemaal gaar. Look at her face. Look at us. I'm zooming in. Look at us. Nu gaan we lekker op de bank. Top eten. En Sexy Beast kijken. En het is dus een serie. Het duurt maar 20 minuten per aflevering. En er zijn mensen dus verkleed. Wacht, doe eens aan, Len. Mensen zijn dus verkleed. En dat zijn dus een soort van blind dates. Zien ze elkaar dus echt. Ja, maar één gaat er eerst uit. Die zien elkaar dan. Dan zie je dus wat je hebt gemist. Zeg maar wat diegene heeft gemist. Ja. Oké, nou. Als jullie wisten hoe onstabiel jullie nu staan. Het is zo koud en het regent en het is echt gewoon
Het is echt zo'n herfstdag. Ik heb deze super lekkere dikke trui aan. Hij is van Chiquel. Ik vind hem echt mega mooi. Ik heb trouwens ook nog andere dingen van Chiquel binnengekregen. Dus die zal ik zo wel eventjes laten zien. En ik vind de kleur heel erg mooi. Echt, ja, echt een herfstsfeer. Ik hou ervan. Ik kreeg net een melding dat mijn podcast 100.000 keer afgespeeld was. En ik dacht echt, oh my god. Ik vind het echt zo bijzonder. Mocht je mijn podcast nog niet kennen, hij staat hieronder in de beschrijving. Het is Your Inner Glow. Echt, dankjewel dat jullie er zijn en dat jullie het luisteren. En ja, makes me happy. Dus dat was even mijn nieuwtje. Ik heb trouwens een beetje mijn badkamer aangepast. Ik heb nu daar een blad waar ik echt super blij mee ben. En dan zo'n apothekerspot. En dan ga je hierheen. En dan heb je dezelfde soort potten. Ja, ik ben er echt helemaal blij mee. En hier met die andere plant. En dan mijn ladder met een cute spiegeltje. Alles is echt één of zo. En dat vind ik echt heel erg fijn. Ik ging jullie mijn items laten zien die ik van Chiquel heb gekregen. Ik heb deze super mooie sweater gekregen. I love it. Het is echt zo comfy. En ik vind het heel erg mooi dat hij zo'n V-neck heeft. En hij staat ook op de achterkant. Kijk. Ik zal alle linkjes van de items hieronder in de beschrijving voor jullie zetten. En ik heb ook een 20% kortingscode op alle items. Dat is met de code ROMANE20. Dus, hè? You're welcome. Door naar het volgende item. Dan heb ik deze super mooie groene trui. De kleur is een beetje anders door het licht. Zo zie je de kleur beter. Echt zo mooi. I love it. Ik ben echt zo blij met deze kleur. Echt super herfstachtig. En hij zit heel erg lekker. Ja. En dan heb ik nog deze mooie sweater. Ook mega comfortable. Hij is wel heel erg oversized, ook qua lengte. Dus ik heb hem een beetje omgerold. En hij heeft een capuchon. Helemaal chill. Het feit dat je nu licht aan moet doen binnen is echt, nou goed, helemaal een vibe. Ik wil er ook helemaal niet meer uit. Het is gewoon, ja, heel chill. Dus deze. En ik heb nu dus deze trui aan. Wat ik leuk vind is die van die soort pofmouwen heeft. En ik vind de kleur heel erg mooi. Als ik denk aan de herfst, dan denk ik echt aan bananenbrood. En een koffie. Dus ik ga nu naar de supermarkt. En dan gaan we bananenbrood maken. Lekker. Avocado toast is echt mijn ultieme favoriet. Wat is jullie favoriete lunch? Ik ben echt benieuwd. Dit is sowieso mijn favoriet. Ik kan gewoon niks anders bedenken dan avocado toast. Met het liefst ei erop. Ik heb alles gekocht voor het bananenbrood. En ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat het lukt. Ik ben geen bakker namelijk. Ik bedoel, ik bak echt nooit iets. Ik heb gehoord dat ik goed kan koken, maar bakken is toch wel een ander level. Dus ik heb geen idee. Nou, we gaan meemaken. Dus, cheers. Ik heb banaan, sinaasappel, smoothie. Ik vind die echt het allerlekkerste van de Albert Heijn. Ik ga nu ook lekker eventjes journalen. En ik heb een aantal vragen die ik vandaag mezelf ga stellen. En dat is, hoe voel ik me? Hoe kan ik er voor mezelf zijn? Waar ben ik dankbaar voor? Wat is een small win van vandaag? Hoe kan ik er voor mezelf zijn vandaag? Door continu bij mezelf in te checken van wat heb ik nu nodig en voldoende water drinken.
Niet forceren als iets niet lukt. Waar ben ik dankbaar voor? Mijn ouders, mijn vrienden, mijn huis, het werk wat ik doe en mijn kijkers. Ik kan mijn dankbaarheid niet in woorden uitleggen, maar het is zo groot. Het is gewoon met mijn hele hart gewoon. En wat zijn mijn small wins tot nu toe? Naar buiten gaan, een boodschap gedaan, gezonde ontbijt en lunch gemaakt. En de 100.000 plays met Your Inner Glow, dat ik gejournald heb. Voelt goed. Ik ga niet alles voorlezen, want het is best wel veel. Voor mij is journalen altijd echt zo'n belangrijke tool in mijn leven. Die me altijd zo connect met mezelf en met mijn leven. En waarbij ik ook dingen kan verwerken, waarbij ik super mooie inzichten krijg. Ik heb niet echt een vast routine wat ik journal. Soms dan komen er vragen in me op, zoals deze. En soms dan schrijf ik gewoon wat er in me opkomt. Dus het is altijd, ja, het is altijd gewoon heel erg fijn. Ik doe het echt als ik me niet goed voel. Ik doe het als ik me wel goed voel. Het brengt gewoon zoveel rust en ruimte in je hoofd. Ik kan het echt iedereen aanraden. En het laat je echt weer even met beide voeten op de grond staan. Uit je hoofd. In het nu. En dat is gewoon heel erg fijn. Doppie. Ik ga straks trouwens mijn keuken opruimen. Het ziet er echt niet uit. Het is echt een rotzooi. Ik heb wat research gedaan naar de curly girl method. En het verzorgen van krullend haar. En toen kwam ik een Instagram tegen die dus dit merk gebruikte. Boeklem. Dus ik dacht, laten we het uitproberen. Ik heb allereerst dit haarmasker. Volgens mij heb ik in mijn leven nog maar één keer een haarmasker gedaan. Dus dit gaat in de routine komen. En dan heb ik deze curl cream. Dit is mijn natuurlijke haar. Ik heb hier niks mee gedaan. Ik heb trouwens wel een beetje geknipt bij mijzelf, want ik werd gewoon helemaal niet goed van die dode punten. En ja, ik ga nog naar de kapper. En ik heb een scalp exfoliating shampoo. Ik weet niet of die focust, dat is jouw focus op mij. Hallo? Dit is dus de shampoo. Ik hoop gewoon dat dit mijn krullen wat mooier maakt. En ja, want nu het is gewoon best wel dood. Ik wil gewoon echt een vast haarroutine. Nu gebruik ik die ene shampoo, dan gebruik ik weer die shampoo. Er zit gewoon geen vast ding in. En ik ben gewoon heel benieuwd wat dit voor mijn haar gaat doen. Ik heb het nu uitgeborsteld. Maar normaal is het echt allemaal krullen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit werkt. En ja, ik laat het jullie gewoon weten. Dit was even mijn unboxing. Ik zag ook dat ik een PR-pakketje had gekregen. Dus laten we die ook even unboxen. Oh, dat vind ik echt heel leuk. Kijk hoe grappig. Zo cute. We gaan hem samen openmaken. Tadaa. Wat zit erin? Oh. Handcreme. Scrub. Een bad- en douchegel en een body milk. Niet alleen zijn de verpakkingen 100% recyclebaar, ze zijn ook gemaakt van recycled plastic. We gaan voor minder ingrediënten en nog meer kwaliteit. Hierdoor zijn de producten nog natuurlijker, beter voor jou en het milieu. De gehele lijn is lokaal geproduceerd in Nederland. Heel nice. Oeh, wat is dit? Kamille. Oh, lekker. Oh, mega lekker. Mijn hele hand helemaal gehydrateerd. En het ruikt heel lekker. Nice. Inmiddels is het de volgende dag. En dit is uiteindelijk mijn bananenbrood geworden. Het ziet er heel lekker uit. Zie je? Hoe moist. Moist, zo moist. Dus met chocoladingen, een beetje kokosras, zo. Het ziet er heerlijk uit. We hebben samen net het bananenbrood geproefd. Ja. Je eerlijke review. De eerste hap neem ik, oh, want hij is, dus structuur is goed, alles is goed. En dan slik je het door en dan denk je, het smaakt naar metaal. Ja. Dus ik weet niet wat er is gebeurd. Ik heb bakpoeder in gedaan, maar er moest dus meel bij. Dat heb ik niet gedaan. Dus misschien smaakt hij daarom, bloem. Dus misschien smaakt hij daarom naar metaal.
Of misschien stond de baking soda die ik per ongeluk heb ingedaan. Maar ik heb het toch uitgevist? Alles. Denk het wel. Want baking soda, daar, dat is schoonmaakproduct onder andere. Ja, weet ik. Maar je kan er ook dingen mee maken. Schuren. Nee, maar je kan er ook dingen mee bakken. Baking soda, weet je wel? Er stond een muffin op ermee. Ja, ja, maar volgens mij gaat er dan zo'n teeny tiny bitsy. Maar dan, dat is ook wat er is overgebleven. Het was geen succes, helaas. Ik vind het zo jammer, want ik had echt zoveel ingrediënten. Ja, heel veel geld ook zit erin. Hè? Heel veel geld en heel veel producten. Dus ja, we hebben wel stukjes ervan gegeten, maar... Om gewoon zo'n koopmans cake ding te halen. Ja. Het is goedkoop, makkelijk, snel en het werkt altijd. Ja. Maar dit is veel gezonder. Het is zoveel gezonder, maar ja. Maar is het zoveel geld en moeilijk. Ja, en ik weet dus niet, ik denk dat het door het bakpoeder komt, dat het niet, of door de baking soda, per ongeluk. Dit was het verhaal van mijn bananenbrood. Weet je, I had fun. Daar gaat het om. Ik ga bij deze de vlog afsluiten. Ik wil erg bedanken voor het kijken. Vond je deze video leuk? Doe hem dan even omhoog. En mocht u weer een recept hebben wat gewoon altijd lukt en nog best wel gezond is, laat dan even weten. Want nu wordt het wel een beetje ontmoedigd om nog een keer iets te proberen. Ja. Dus een cannot failure recept, deel het voor Let me know. Thank you. En dan kan ik het komen eten. Mocht je mijn kanaal leuk vinden, dan kan je hieronder abonneren. Ik upload elke week, soms 2 keer in de week. Dus see you then. En tot de volgende video. Doei!